Allereerst willen we u van harte bedanken namens de gemeente Waterland en de ondernemersvereniging Waterland voor de grote hoeveelheid nominaties die we hebben mogen ontvangen op www.ovwaterland.nl/stem. Vanuit deze nominaties zijn er door de juryleden 3 naar voren geschoven die verder gaan voor de prijs van ondernemer van het jaar 2016. De 3 genomineerden zijn Style, Fashion and Living van Claudia Heldoorn en Angine van Pothoven, Dierkliniek Waterland van Judith de Jong en Waterland Installatietechniek van Leo de Boer. En nu hebben we uw hulp weer nodig. Nu is de bedoeling dat u gaat stemmen. Stem op www.ovwaterland.nl/stem. Maar om u het wat makkelijker te maken, hebben we de ondernemers gevraagd zichzelf te introduceren. Wij zijn Angine en Claudia van Style Fashion Living op het Zuideinde in Monnikendam. Wij hebben een winkel in woonaccessoires en dameskleding. Bij ons kunt u terecht voor de allerleukste cadeautjes, de nieuwste must-haves op kledinggebied. En natuurlijk gewoon voor gezelligheid. Bij ons bent u altijd welkom, de deur staat open en de koffie staat klaar. Welkom bij Dierenkliniek Broek. Ik ben Judith Jong en eigenaar van dierenartsenpraktijk Broek. Naast mij zitten Tirsa Lukhart en Nel Westerling. En dat zijn mijn assistentes en paraveterinair in de dagelijkse praktijk. Zonder hun kunnen wij dit bedrijf niet draaien. Ik ben een kliniek voor gezelschapsdieren. Dat betekent dat we gezelschapsdieren behandelen. Honden, katten, konijnen, cavia's. We zien ook soms een kip. Heel soms een geit of een schaap. Maar dat is het dan wel zo'n beetje. Ik ben Leo de Boer. Mede-eigenaar van Waterland Installatietechniek. Samen met mijn compagnon Cor Ebbelaar. En ons team van toch wel 10 jongens en meiden. Doen wij hier in Waterland het comfort en warmte leveren bij onze klanten. Op het gebied van verwarming, sanitair, andere loodgieterswerkzaamheden. Momenteel doen we ook veel met verduurzaming. We proberen de energienota naar beneden te halen. En zijn servicegericht. We kunnen snel reageren. En dank u voor de nominatie. Jullie zijn genomineerd door de inwoners van Waterland. Hoe voelt dat? Ja, super trots. We voelen ons vereerd dat de mensen op ons gestemd hebben. Ja, en heel onverwacht, want we hadden dit niet verwacht. Nee, we zijn nog niet zo lang in deze samenstelling bezig natuurlijk. Ruim 2 jaar. Dus we hadden niet verwacht dat de mensen zo enthousiast over ons zijn. Nee. We merken dat natuurlijk wel dagelijks, maar dat het op deze manier naar buiten wordt gebracht is wel heel, heel erg leuk. Heel erg leuk. Ja. Ja, geweldig. Ja, ik voel me echt vereerd dat we genomineerd zijn als bedrijf. En daar ben ik heel trots op. Trots op dat blijkbaar gewaardeerd wordt wat we doen. En we proberen kwaliteit neer te zetten in een hele persoonlijke setting. En dat is gelukt. En ik zie de nominatie als een kroontje op ons werk. Ik ben heel blij mee. Wij zijn zeer vereerd, voelen ons zeer vereerd en zijn trots op onze jongens en meiden dat wij genomineerd zijn en dat de Waterlanders ons heeft aangedragen voor deze nominatie. Waarom jullie op ons moeten stemmen? Nou, volgens mij weten de meeste mensen weten dat wel, waarom ze op ons moeten stemmen. En als je het nog niet weet, dan wordt het hoog tijd dat je eens een keer bij Style langskomt. Want dan weet je waarom je op ons moet stemmen. Wij zijn de leukste winkel van Waterland en omstreken. Dus stemmen! En kom langs! Ik denk dat mijn bedrijf ondernemer van het jaar 2016 moet worden. Omdat ik heel trots ben op het feit, en ik vind het ook heel bijzonder, hoe wij in 1 jaar tijd de kliniek van nul tot dit hebben opgebouwd. En dat het ons gelukt is om dit bedrijf in 1 jaar tijd bestaansrecht te geven. En wat ik daar vooral bijzonder aan vind, is dat ik mijn passie voor dier en mens ook weet om te zetten in ondernemerschap. En die twee met elkaar kan combineren. Deze kliniek onderscheidt zich, naar mijn mening, van andere praktijken in de regio door onze persoonlijke en betrokken aanpak. En dat geeft de mensen een fijn gevoel, omdat hun huisdier lid is van het gezin. En daar spelen wij op in. En dat vind ik natuurlijk geweldig, want ik kan mijn hele passie daarin kwijt. Maar het zorgt er ook voor dat we deze onderneming draaiende kunnen houden. We hebben mensen in dienst die voor ons werken, die ook heel belangrijk zijn. We bieden een opleidingsplaats voor paraveterinairen. En ook vrijwilligers die ervaring willen opdoen voor projecten kunnen bij ons terecht. En al die dingen maken dat ik vind dat wij deze prijs verdienen. Ik vind dat wij Waterland Installatietechniek ondernemer van het jaar 2016 moeten zijn. Omdat wij ons 24/7 inzetten voor onze klanten op het gebied van service, veiligheid, het verduurzamen, zorgen dat de energierekening naar beneden kan. Wij zijn er voor u. Stem op ons.
Nu heeft u alle drie de ondernemers gezien. En nu is het aan u om te stemmen. Dus stem op www.ovwaterland.nl/stem. Dit kan tot 23 december. Maar u kunt ook bij ons langskomen op 16 december op de kerstmarkt. Dan kunt u zelf fysiek de ondernemers een handje schudden en misschien ook een stemformulier invullen. Stemt u ook? Dank u wel.